je met een goed gevoel de winterstop wilt ingaan en zeker de terugronde wilt aanvatten, dan moest je hier vandaag winnen. En, ja, 4-1 cijfers, dat doet enorm veel deugd. Zeker op basis van de tweede helft ook wel verdiend, denk ik. Wat die zegen was ook wel broodnodig eigenlijk. Hè? Ik denk het wel. Hè. Zeker als je thuis matcht, moet je toch zeker proberen te winnen. Zeker tegen tegenstander als Kortrijk, die toch in minder periode zitten. En, de eerste helft werd wat moeilijk, maar de tweede helft was goed. En hebben we denk ik toch een aantal kansen bij elkaar gevoetbald en uiteindelijk verdiend gewonnen. Ça me fait énormément plaisir de marquer deux buts dans ce genre de match. Et il fallait qu'on gagne ce match et voilà, on l'a fait. On a pris les trois points et voilà, on est très content. C'est l'après-midi. Ce sont des trois points très importants. Hein. Ouais, ce sont des trois points très 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 importants pour nous. C'est parce qu'on était un peu au bas du tableau, on était dernier. Là, on a pris les trois points, c'est sûr que nous allons monter un peu. Et voilà. 4-1, het doet nog eens deugd om zo overtreffend te winnen. De 2-1 komt eigenlijk op een goed moment, juist voor de rust. En na die 3-1 zie je dat we toch wel kunnen voetballen en dat we Kortrijk kunnen pijn doen in de omschakeling. En dat we nog zeer veel kansen creëren om de 4-1 of 5-1 te maken. Het is ook ideaal dat net voor de winterstop zo'n resultaat behaald wordt. Hè? Ja, inderdaad. Het is een heel belangrijke overwinning. Die doet zeer veel deugd. En het is natuurlijk een zeer goed gevoel om zo de winterstop in te gaan en met volle moed terug te beginnen aan de terugronde. Natuurlijk spijtig van die penaltyfase. Dan komt de P1 en dan is het weer een beetje, het ging wat op en af. En was Kortrijk ook wel gevaarlijk. Maar ik denk het positieve is hoe dat we uit de kleedkamer gekomen zijn in de tweede helft en die tweede helft aangevangen hebben. En op zoek gegaan naar die tweede treffer of naar die derde treffer. En dan dat moet dus moed geven en vertrouwen geven voor de terugronde. Super gedaan. Een moeilijke periode afgesloten met een mooie overwinning, thuisoverwinning. Die de hoop en de moed en het geloof wat deze club toch absoluut nodig zal hebben. Ook na de wintermercato. Om die levend te houden, ik zou zeggen nog een boost te geven. Dan kan je als trainer niks anders dan heel fier zijn en heel tevreden zijn met hetgene wat je vandaag hebt beleefd. Ik dacht dat er wel een aantal betwistbare fases waren, maar in het voetbal is het nu eenmaal zo. Als je niet scoort dan, of onvoldoende scoort, dan heb je een probleem. Dus in die fase waren we met de rust natuurlijk zeer ontgoocheld. Zeker met het tweede doelpunt vlak voor de rust. Want op dat moment hadden we toch wel het gevoel om met 1-1 en dat we misschien iets meer verdiend hadden de rust kunnen in te gaan. Maar jammer genoeg waren we eigenlijk de tweede helft dan onvoldoende dominant of toch onvoldoende sterk om op een misschien zwaar veld om tegen Westerlo het verschil te kunnen maken. Ik denk, moest die degradatiestress hier voor een aantal jongens niet continu chronisch en eigenlijk al jaren aanwezig zijn, zijn hier echt wel een aantal gasten die behoorlijk tot zeer goed kunnen voetballen. Maar dat grijpt je zo fel aan tot dat altijd ten koste gaat van je prestaties. Pleziert mij enorm. Hè. Het zijn toch met Nicolas, met Sylvain en met Elton. Drie van onze jongens, drie jongeren, die vandaag dankzij het goede werk, de goede organisatie van anderen misschien, maar die toch het verschil mogen en kunnen en willen, hebben willen maken. En dat is toch wat deze club betreft de toekomst. En als dan net op zo'n moeilijk moment, belangrijk moment, deze jongens de handschoen oppakken en het verschil maken, dat stemt mij dubbel en dik tevreden.